Het Mispa Hotel, het nummer 1 spookhotel van het land. Het gerucht gaat dat het gebouw volledig werd geteisterd door geesten, legendes en vreemde gebeurtenissen. Een van de meest bijzonder gruwelijke verhalen is dat van Kay Pittman. Hij stierf in 1940 in het hotel en zou in huis worden bewaard in een badkap van het hotel. Met 111 jaar zware geschiedenis in Nevada hebben de geesten in het Mispa Hotel een reputatie opgebouwd. De eigenaars van het hotel verwelkomen hun geesten net als hun gasten. Een geest die vaak wordt gemeld in het Mispa Hotel is die van Roos. Roos was een prostituee en werd vermoord. Gasten melden haar aanwezigheid nadat hun spullen op mysterieuze wijze van de ene plaats naar de andere kant zijn verhuisd. Roos was een eerste klas dame van de nacht die op de bovenste verdieping van het Mispa Hotel woonde. Ze werd gewurgd in het hotel door een jaloerse minnaar die niet wilde dat ze stopte met haar werk. Roos weigerde dit en bekocht het uiteindelijk met haar eigen leven. Roos is niet de enige geest in het Mispa Hotel. Er is een naamloze soldaat die naar verluid rondwalt op de derde en vierde verdieping van het hotel. Zijn naam is onbekend. Het enige dat wel bekend is, is dat hij net als Roos stierf in het Mispa Hotel. Er zijn ook een paar spookachtige kinderen die rondspoken op de derde verdieping. Zij staan er vooral om gekend om grappen uit te halen met de gasten en worden vaak gezien in hotelkamers of in de gangen. Meerdere gasten hebben gemeld dat ze gegichel hoorden en deuren vanzelf open en dicht hoorden gaan. Alsof dat nog niet genoeg was, zijn er ook nog twee bankovervallers. De twee bankovervallers werden tijdens een overval door hun mede samenzweerder vermoord. Er wordt gezegd dat hun geesten rondwalen in de kelder en koude rillingen en vreemde sensaties laten voelen. Heel veel medewerkers van het Mispa Hotel durven dan ook niet alleen de kelder in. Vanwege de onrustige geschiedenis in de gangen van de Pauwpauwtunnel zeggen velen dat het nu wordt achtervolgd door degenen die gezocht en gevochten hebben om de tunnel te voltooien. De etnische spanningen tussen de gastarbeiders uit Duitsland, Engeland en Ierland leiden tot frequenties, totale botsingen zowel binnen als buiten de tunnel. Dit werd nog verergerd door de rellen die werden ontstoken door de slechte levensomstandigheden en de onbetaalde lonen. Zowel bezoekers als paranormale onderzoekers hebben gemeld dat de paranormale gebeurtenissen plaatsvinden aan de binnenkant van de tunnel. Enkele van de spookachtige activiteiten zijn donkere figuren die in de tunnel verschijnen, evenals onstoffelijke stemmen en gefluister. Met name de onthoofde geest van de voormalige sluiswachter. Arbeiders die waren ingehuurd om de kanaalsluizen te onderhouden en het waterpeil te regelen. Hij zou nu door de tunnel zwerven op zoek naar wraak voor zijn moord. Het verhaal gaat dat een van de sluiswachters in de buurt van de Pauwpauwtunnel woonde en een verzameling had aan zeldzame munten. Op een nacht werd het sluishuis bij de sluis 64 door een brand met de grond gelijk gemaakt. Tussen de ruïnes van het huis bevinden zich de verkoolde overblijfselen van de sluiswachter met zijn schedel verbrijzeld. Zijn muntenverzameling was weg. De moordenaar werd gearresteerd toen hij in een saloon betaalde met een van de gestolen munten van de vermoorde sluiswachter. De Gator Club werd gebouwd in 1912 en is de thuisbasis van enkele van onze favoriete geesten, waaronder de voormalige kruidenier mevrouw Wort. Zij woonde in de beginjaren boven de supermarkt met haar familie. Wort staat erom gekend dingen te verplaatsen in de club en een oude barman beweert haar al meer dan 50 keer te hebben gezien, inclusief de toevallige ontmoeting bovenaan de trap. Hij zegt dat ze fysiek door hem is gegaan. Hij beschreef het als een ervaring van een koud gevoel. Wort, maar ook andere geesten, maken hun bekend in de vorm van ondeugende grappen, huiveringwekkende verschijningen en griezelig gefluister in de nacht. Mensen zijn er zelfs een beetje verrast door alle verschillende geesten. De zelfbenoemde spookgastheer vindt het leuk om bezoekers en lokale bevolking iets anders te laten zien dan de kunst en de stranden. Ze vinden het best leuk dat ze de bovennatuurlijke geschiedenis hebben waar ze mee kunnen spelen.